Beste kijkers, op 19 oktober een AEX-slotstand van 565,19. En dat betekent een aardig wispelturige dag. Veel gespartel boven in het veld bij 575, ruim of krap moet ik zeggen. En onder in het veld zo rond 563. Best wel veel beweging met per saldo vandaag een zwarte candle. Best wel redelijk in omvang met de kleine sprietjes daarboven en daaronder. RSI maakt een knik naar beneden, swingtellen een tandje lager naar min 3, die stond al in een correctiestand. En wat dat betreft blijft dus die 575 plus rode streep onaangeroerd. En u begrijpt dat dat de barrière is die genomen moet worden om überhaupt weer een vervolg van de uptrend te kunnen gaan zien. Mocht dat niet gebeuren, vandaag dus een aanzet om inderdaad naar wat lagere niveaus te bewegen, dan is er ruimte tot aan de Fibo-grid zo rond 5,59 en zelfs de SMA-lijn rond 5,56, 5,57 mag nog even opgezocht worden, zonder dat de trend echt in gevaar komt. Maar u ziet de wispelturigheid, u ziet dat het proces van hogere toppen, hogere bodems wat in gevaar komt. Er worden links en rechts wat gaten geslagen en opgevuld en dat betekent dat de wispelturigheid dus toeneemt. Ik pleeg dat te noemen aan zwellende turbulentie en dat maakt het speelveld er natuurlijk allemaal niet makkelijker op. Per saldo dus een heftige strijd aan de ene kant tussen de rode streep op 5,75 en aan de andere kant de groene streep op 5,57. En we zullen eens kijken wat de spelers voor ons in petto hebben op dat onrustige speelveld. Nogmaals, neerwaartse druk is toegestaan, maar het is ook aan de andere kant wel wenselijk dat er binnenkort weer tussen die rode en groene streep weer wat witte candles langskomen om weer koopkansen aangereikt te krijgen, om daarmee de uptrend, want die is nog steeds valide, weer nieuw leven in te blazen. De DAX vandaag een klein 0,5% er vanaf en noteert eigenlijk midden in de bandbreedte die al een flink aantal dagen en weken valide is. Nu een zwarte kleefcandle op een redelijk vlakke SMA-lijn. De swingteller ook in een minstand. Dus hier eigenlijk ja, een beetje rust zou ik haast willen zeggen. Zeker ten opzichte van de AEX. Rust op de middenstip met daardoor kansen voor beer en stier om naar de onderkant of naar de bovenkant van die bredere bandbreedte te bewegen. Ook hier zien we de groene en rode strepen staan als kantelpuntjes in het veld. En hier zien we dan ook tegelijkertijd, omdat die streepjes hoger en lager komen te liggen, een verkrapping van het speelveld. Dat is aan de ene kant is dat een vervelende situatie. Aan de andere kant betekent het dat we aan de vooravond staan van een wat bredere uitbraak en daarmee dus een significantere beweging. Turbulentie al om, trendmatigheid wat minder, dat moet gesteld worden en we gaan van dag tot dag bekijken wat de spelers voor ons verder in petto hebben.